Hartelijk welkom bij Bertjes Politieke Barometer 2024 met actueel nieuws uit de Tweede Kamer. Dank u wel, voorzitter. Op 24 februari, 2 jaar geleden, veranderde onze wereld permanent. Er woedt sinds die tijd een loopgravenoorlog op instigatie van iemand die van plan is een wereldrijk te herstellen, zoals hij dat ziet. Maar de problemen rond Rusland zijn natuurlijk van eerdere datum. In 2014 zagen we al de inneming van de Krim, waarbij ook voor het eerst Europese grenzen werden veranderd op militaire wijze. En Rusland is ook al vele jaren bezig met het ondermijnen van westerse samenlevingen die Rusland ziet als een tegenstander. In de visie van Rusland is het hele scala van geweldsmaatregelen van toepassing. Poetin heeft van de week nog gezegd dat hij zelfs zou overwegen om eens een keer met een nucleair wapen toe te slaan om te laten zien wat hij kan doen. Dus zover wil hij gaan. Maar waar het vandaag over gaat, voorzitter, is het feit dat onze samenleving op een hele andere manier tegen onze veiligheid moet gaan aankijken. En tot op dit moment zijn de departementen steeds beter toegerust om ieder op hun eigen terrein om te gaan met incidenten of met crisis of met gebeurtenissen die de samenleving ontwrichten. Maar ik denk dat waar we behoefte aan hebben is dat we de hele samenleving weerbaarder maken voor wat er aan de hand is. Het is in de eerste plaats iets dat de hele overheid aangaat. Rijksoverheid, provinciale overheid, lokale overheid. Het is iets wat de hele samenleving aangaat. Dus ook alle geledingen van de samenleving zouden erbij betrokken moeten worden. En het is iets dat op allerlei niveaus kan ingrijpen. Vitale infrastructuur, of het nu fysieke infrastructuur is of digitale infrastructuur. De banken kunnen worden platgelegd, ziekenhuizen kunnen worden platgelegd. Er kan een schip ten zinken worden gebracht voor de havens. Alles kan gebeuren en we zien de afgelopen tijd dat Poetin ook niks zal nalaten en anderen ook niet overigens om dat soort zaken te doen. In die context lijkt het mij van belang dat de Nationale Veiligheidsraad die 2 jaar geleden is opgericht en die op dit moment functioneert op het moment dat het nodig is, een veel meer permanente rol zou moeten krijgen bij het coördineren van wat er allemaal op ons afkomt op dit terrein. Ik zou de ministers om reactie willen vragen op mijn voorstel om ervoor te zorgen dat de Nationale Veiligheidsraad permanent onder voorzitterschap van de minister-president en met deelneming van iedereen die hier een rol te spelen heeft. Dat zijn de departementen, dat zijn de medeoverheden, dat zijn ook maatschappelijke organisaties in de zorg, in het onderwijs en elders, in de logistiek, die betrokken zouden kunnen zijn bij dit soort gebeurtenissen. Het lijkt me bovendien dat we de samenleving ook de ruimte moeten geven onderling voor onze burgers om zich voor te bereiden op deze ontwikkelingen. We zien ook dat soms misbruik wordt gemaakt van de zorgen van mensen. Dan wordt er voor veel te veel geld worden er noodpakketten aangeboden. Ik zou graag van de ministers willen horen, hoe kunnen we burgers beter helpen om in dit soort zaken te voorzien? We zien in landen als Zweden en Finland dat men bijvoorbeeld oefent hoe daarmee om te gaan. Dat men bijvoorbeeld burgers ook voorbeelden geeft hoe het best te handelen. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we instellingen die daardoor capabel zijn, ik denk aan de Nationale Defensie Academie en andere, om ook breder cursussen en andere informatie aan te bieden om de samenleving beter op deze uitdaging voor te bereiden. Tot slot denk ik dat ook de Nationale Veiligheidsraad zou kunnen kiezen voor, naar Zweeds of Fins model, organiseren van rampenscenario's, van oefeningen, van ook virtuele simulaties om te kijken hoe we erop reageren. Wat gebeurt er als een uur de stroom uitvalt, of 2 uur de stroom uitvalt, of een dag de stroom uitvalt, et cetera, et cetera. Dus ik zou graag op deze zaken een reactie willen zien. Het is ongelooflijk belangrijk dat we ons als samenleving meer weerbaar maken, weten om te gaan met deze dreiging, deze ook herkennen. En je kan er pas wat aan doen als je hem ook echt ziet. En daar moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Dan moeten we in ieder geval ervoor zorgen dat de overheid niet verkokert, maar integraal opereert in deze kwestie. Vandaar mijn punt over de Nationale Veiligheidsraad. Dank, voorzitter. Dank u wel. Ik doe 6 interrupties PP. De heer Boswijk, dacht ik als eerste. Ja, voorzitter, een betoog wat ook uit mijn hart zou kunnen komen. Ik ben het geheel met collega Timmermans eens dat we de samenleving veel weerbaarder moeten maken en dat we verder moeten kijken dan bijvoorbeeld alleen onze krijgsmacht. Omdat de veiligheid van onze samenleving veel breder is, omdat de dreigingen ook veel complexer zijn. Maar dan toch terug naar Defensie, want uiteindelijk moeten we de basis op orde krijgen. En we hebben helaas gezien dat we de afgelopen decennia
keihard hebben bezuinigd op defensie. En we zien dat we nu heel hard investeren weer. Maar de achterstand is enorm. Nu heeft het CDA samen met de VVD en de SGP het initiatief genomen om die 2% NAVO-norm als wettelijke bodem vast te leggen. En helaas zien we dat dat nodig is, omdat we zelfs nu met veel hangen en wurgen die 2% nog steeds niet halen. Ik heb collega Timmermans in de campagne gehoord van, joh, wij vinden ook dat die 2% NAVO-norm wettelijk moet worden vastgelegd. We hebben vorige week dit voorstel naar buiten toe gefietst en helaas moet ik constateren dat de PvdA GroenLinks, of GroenLinks PvdA, eigenlijk nog steeds ontbreekt op dit wetsvoorstel. Ja. Met het vurige pleidooi van collega Timmermans. Begrijp ik dat GroenLinks PvdA zich bij dit wetsvoorstel nu gaat aansluiten? Zoals we hier staan, tenminste de heren in het midden en ik, dragen we alle drie grote verantwoordelijkheid voor wat er in de afgelopen decennia met Defensie is gebeurd. En dat schept ook op ons allemaal een grote verplichting. Ik vrees dat het niet bij 2% zal blijven. Ik vrees dat we verder zullen moeten gaan zelfs dan de 2%. Maar ik heb ook gezien, bijvoorbeeld bij het Groei- en Stabiliteitspact, dat iets wettelijk vastleggen je ook de mogelijkheden ontneemt om flexibel te zijn. Dus mijn tegenvoorstel zou zijn, kunnen we niet eenzelfde systematiek toepassen zoals we ook met de Maastricht-criteria toepassen. Die zijn politiek bindend, maar die zijn niet juridisch bindend. Die geven je ook de flexibiliteit om een andere keuzes te maken als dat nodig is. Bijvoorbeeld als de veiligheidsdreigingen uit een andere hoek zouden komen. Maar u kunt erop rekenen, het staat in ons verkiezingsprogramma, onze handtekening staat onder de minimum 2% NAVO-norm handhaven. En daar hebben wij die wettelijke vastlegging, die verankering niet voor nodig. Maar ik wil best met u een discussie aangaan of we daarmee op eenzelfde manier om zouden kunnen gaan als bijvoorbeeld met de Maastricht-criteria in het Groei- en Stabiliteitspact. Voorzitter, ik ben het met collega Timmermans eens dat ik natuurlijk had gehoopt dat in een perfecte wereld deze wet niet nodig zou zijn. Helaas zien we dat het dus wel nodig is, omdat de afgelopen generaties aan politici het wel hebben gezegd. In 2014 hebben we gezegd, we gaan erin voldoen. En we zijn nu 10 jaar verder en we voldoen er nog steeds niet aan. Dus het is duidelijk dat die stok achter de deur nodig is. En dat wetsvoorstel ligt daar nu. En in dat wetsvoorstel staat heel duidelijk, die 2% is een bodem. Want ik ben het met collega Timmermans eens. Die 2% is nog maar het verschil, het begin. Je moet uiteindelijk waarschijnlijk nog wel, misschien nog wel dubbelen als Trump in het Witte Huis komt. Maar dat ontslaat ons nog niet van de plicht om op zijn minst die 2% vast te leggen. En in het wetsvoorstel zit ook die flexibiliteit om juist naar boven toe te gaan. Dank u wel. In ieder geval niet naar beneden. Dank u wel. Dus nogmaals, met deze toevoeging erbij, kom over en help, zou ik tegen collega Timmermans zeggen. Ons politieke commitment in ons verkiezingsprogramma, doorgerekend en wel door het Centraal Planbureau, aan de 2% is helder. Ik heb u als antwoord gegeven, laten we de discussie over dat wetsvoorstel eens kijken of we een formule kunnen vinden die vergelijkbaar is met wat we in het Groei- en Stabiliteitspact hebben gedaan. Dat is een zwaar commitment, maar geen juridische verplichting. Dat is de lijn die ik zou willen inzetten, maar laten we dat debat voeren. Wat ik met u deel is de noodzaak om niet alleen vast te houden aan de 2%, maar ook onze samenleving voor te bereiden op de mogelijkheid dat we zelfs voorbij de 2% zullen moeten gaan. Voorzitter, tot slot. Ja, ik vind dat heel erg teleurstellend. Want zware commitment, dat zijn mooie woorden, maar daar kopen we het eigenlijk helemaal niks van. Het was namelijk ook de zware commitment die huidig premier Rutte had in 2014 toen hij de handtekening zette onder het verdrag in Wales. En we hebben gezien hoe zwaar dat was. Uiteindelijk is die wettelijke verplichting wel nodig. Dus nogmaals het appel op collega Timmermans. Hele mooie woorden, maar ook daden. En de eerste daad wat ons betreft is die 2% NAVO-norm wettelijk vastleggen als bodem. En ik ben het helemaal eens, de rest moeten we ook aanpakken, dat kan parallel. Maar laten we het niet alleen bij mooie woorden houden en bij commitment. Laten we het nu ook gewoon regelen en onze verantwoording nemen. Ik heb u gezegd hoe ik denk dat we het goed kunnen regelen. Daar hebben we andere voorbeelden van, zoals in het Groei- en Stabiliteitspact. Op die basis wil ik die discussie met u wel aangaan. Maar u krijgt van mij vandaag niet het commitment dat we onze handtekening zullen zetten onder het volledig wettelijk vastleggen van die 2%-norm.